van de populairste video's in 2021 heb ik een top 5 samengesteld. En hoe heb ik dat gedaan? Wel, door mijn statistieken te bekijken en daar het aantal weergaven en de kijktijd te bekijken. En daarvan heb ik dan gezegd, oké, de beste 5 video's, die ga ik eruit nemen. Laten we dus zo dadelijk samen aftellen van 5 naar 1. Ik kom zo dadelijk bij u terug. Hallo, welkom en bedankt dat je bent blijven hangen op mijn videokanaal. Voor de mensen die voor de eerste keer op mijn kanaal komen, ik ben Eddy en ik maak al 4 jaar video's uit de stad Mechelen. Bovendien ben ik al 6 jaar blogger en kan u mijn artikels lezen op mijn blog Mechelen op zijn best. Wil u nu toch een volledige video bekijken? Klik dan zeker rechts bovenaan in uw scherm, want daar verschijnt regelmatig een link waar u de video volledig kan bekijken. Wat je nog kan doen, dat is kijken in de beschrijving naar de tijdlijn of op de video zelf. Daar kan u klikken op de tijdlijn die aangegeven is en zo komt u ook rechtstreeks bij de video terecht die u wenst te bekijken. Zo simpel is het. Ik zou nu zeggen, we gaan zo dadelijk aftellen van 5 naar 1 en we gaan starten met nummer 5 uiteraard. Op 5 december 2020 werd in het Mechelse Speelgoedmuseum 52 jaar Fabeltjeskrant gevierd. En dat ging gepaard met een expo Reis door Fabeltjesland. Deze video behaalde eind 2021 een kijktijd van 38 uur en 801 weergaven. Daar gaan we nu naar kijken in de top 5. Nummer 5, speciaal voor u. Hallo meneer de L, waar ga je toch naartoe? Naar Fabeltjesland, oh ja. Naar Fabeltjesland. Ja, genoeg geweest. Hier stop ik ermee. Hallo meneer de Uil, waar breng je ons naartoe? Naar Fabeltjesland. Naar Fabeltjesland. Dus hier achter mij zie je bijvoorbeeld een vitrine met een aantal stukken rond het internationale succes. Fabeltjeskrant is vooral ook heel groot geweest in Zweden. Daar maakten ze zelf de serie helemaal zelf met eigen stemacteurs. Ja, ja, uit de Fabeltjeskrant. En verder zijn er natuurlijk ook heel veel liedjes gemaakt voor de Fabeltjeskrant. Die werden en worden eigenlijk nog steeds door Ruud Bos gemaakt. We zien hier een gezellig ouderwets cassettetapeje. We hebben natuurlijk ook een schitterend mooie vitrine met allemaal zaken die verschenen zijn van ja, eigenlijk spelletjes die uitgebracht zijn door bijvoorbeeld Albert Heijn, want dat werd ook als merchandising eigenlijk voor de allereerste serie in Nederland werd dat op die manier uitgebracht. Voilà, en hier komen we bij de kinderkamer, want niet alleen in de eetkamer, maar evengoed ook in de kinderkamer zijn er heel wat stuks gemaakt. Dus je kon slapen in een bedje van de Fabeltjeskrant met je nachtlampje en je gewone lamp van de Fabeltjeskrant onder een dekentje van de Fabeltjeskrant. Het is echt ongelooflijk wat er allemaal rond verschenen is. Zoals je zei, Paul van den Heuvel, 58 jaar. En in 1968, toen ik 6 jaar was, kwam meneer de Uil op televisie. En mijn moeder zei, toen is er iets met jou gebeurd. En sinds die tijd ben ik een fanatiek verzamelaar van televisie- en filmitems. En het verbaast me nog steeds dat ik nu na 52 jaar toch nog wel eens items tegenkom van de Fabeltjeskrant. Ja, je kreeg in 1968 vrij snel kwam er een weekblad, de Fabeltjeskrant. Ik kom nu in de bioscoop, want ja, van de Fabeltjeskrant is ook daadwerkelijk een speelfilm gemaakt, 1972, Onkwetsbaar in Fabeltjesland. En dat waren de nieuwe poppen, kevers en torren, die het Fabeltjesland onveilig maakten. En we hebben hier de originele, samen met de bever, Soef de Haas en Stoffel Schildpad. We hebben ook een paar poppen achteraan
waar je het mechaniek heel goed kan zien. Dus je kunt heel goed zien hoe de koper dat bedient. Het is met een soort elektrode, waardoor als er dan een tegenpol kwam, dan ging de mond los. In 2021 mocht ik maar liefst 153 nieuwe abonnees verwelkomen en dat brengt het totaalplaatje op 640. Uiteraard is dat nog helemaal niet genoeg en daarom vraag ik toch een beetje om u te abonneren op mijn kanaal, een duimpje te geven en vooral zeker en vast te blijven kijken naar mijn kanaal. En zo kan ik doorgroeien naar de 1000 abonnees en alleen jij kan me daarbij helpen. Met Oeps met mijn poep tussen de bloemen. Dat betekent dat we gaan wandelen in het provinciaal groen domein Vrijbroekpark. In 2021 heeft deze video sinds de publicatie in 2020 1100 weergaven gegenereerd. En dit met een kijktijd van 19 uur. En daarmee staat hij op plaats 4. Als we hier rondlopen in het park zien we natuurlijk heel wat prachtige bloemen die nu in bloei staan. Is ook niet moeilijk, want het zonnetje schijnt prachtig. Nu, wie wil weten over welke bloemen het gaat, die heeft natuurlijk hier de informatiebordjes. Zo zijn we al een beetje verder gekomen in het park en ik heb u daar straks gesproken van bijenhotels, die hebben we gezien in de rozentuin. Ik heb u toen gezegd dat we nog diverse bijenhotels zijn tegengekomen. Wel, hier achter mij, daar zie je eentje en dat is toch wel, denk ik, een van de grootste dat hier in dit park staan. Op 11 november wordt de officiële feestdag Wapenstilstand gevierd en dit ter nagedachtenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar 11 november betekent ook het Sint Maartenfeest, dat onder andere in België en Nederland gevierd wordt. Het is onder andere het Sintemettengenootschap dat in Mechelen deze traditie al jaren in stand probeert te houden. Helaas, in 2021 is er een einde aangekomen en daarom ben ik heel gelukkig dat ik toen die laatste video nog voor jullie kunnen maken heb. Deze video heeft sinds 24 november 2019 de publicatiedatum 1493 weergaven gegenereerd. En dit met een kijktijd van 43 uur. En dat brengt hem dus op plaats 3 in de top 5. De traditie van dat liedje Sintemetten van de Ruggenussen te zingen terug levendig is in Mechelen. We mogen dat op onze hoed steken dat we dat terug eigenlijk bekend hebben gemaakt en dat de scholen dat allemaal aanleren. Dus het is maar één keer per jaar, dat weten we, maar dit is allerbelangrijk, want het is een Vlaamse, en niet alleen Vlaamse, maar zelfs mondiale traditie in de christelijke wereld, als ik het zo moet zeggen. Maar het liedje van Mechelen, Sintemetten van de Ruggenuchten, is toch wel een speciale. Sintemetten van de Ruggenuchten, en we zijn de grenzen baas. Niet van de Ruggenuchten, Nee, er zijn veel Sint Maartenliedjes, maar Sintemetten van de Ruggenuchten in Mechelen en omgeving en deelgemeenten, dat wel. Hombeek heeft nog een andere. Hombeek heeft Sintemetten de Nieve. Die is ook ten prooi gevallen van de algemene Nederlandisering. Dat mocht niet meer, we moesten iets anders zingen. En die zijn nu toch wel bezig met terug Sintemetten, de Nave of de Neven, ja, te zingen. Sintemetten van de Ruggenuchten, en we zijn de grenzenbaas. Juffrouw wilde met de masker in schulden, en laat ons niet lang meer staan. Want het moet zijn.
patroon eigenlijk Sint Maarten iets met Mechelen te maken eigenlijk? In die zin dat wij geen parochie hebben, maar hadden wel een Sint Maartenkapel op de IJzeren Leen. Die is al lang verdwenen, ja, maar ze stond er wel. En vandaar dat we ook de Sint-Mettentuin hebben, want die, lag, die ligt eigenlijk achter de plaats waar vroeger die kapel lag. Op verkenning door Hombeek, de deelgemeente van de stad Mechelen. Daar gaan we in deze video op terugblikken in de top 5. Hombeek is een landelijke gemeente en beschikt dus over heel veel landbouw, prachtige natuurgebieden en je kan er uiteraard ook overnachten. Deze video heeft sinds juni 2021 1153 weergaven gegenereerd en dit met een kijktijd van 104 uur. En daarmee staat deze vlog op nummer 2. Ik ben Eddy en vandaag neem ik je op deze vlog mee naar het landelijke Hombeek. Dat is een deelgemeente van de stad Mechelen. Zeg José, je doet er al 11 jaar door de B&B. Ja. Hoe zijn we erop gekomen om dat te doen? Ik had eerst een andere zaak. Maar ik sukkelde met mijn gezondheid een paar operaties. En dan heeft mijn man dat bedacht van we zullen er kamers van maken. Met dijkgraaf Johan Teugels, dijkgraaf in Willebroekpolder, fietsen we langs de Zennedijk en de wondermooie natuur in Leest. Kortom, deze video bevat heel wat nuttige informatie over water en natuurbeheer. Dat wordt allemaal uitgelegd tot in de puntjes door onze dijkgraaf. Kortom, deze video heeft sinds zijn publicatie op 21 juli 2021 een mooi getal gegenereerd van 1438 weergaven en maar liefst 194 uur kijktijd. En daarmee heeft hij zijn plaats kunnen veroveren, de eerste plaats in de top 5. Zo, welkom en welkom terug op mijn kanaal Samen op weg met Eddy. Ik zit hier aan de Zennedijk en hier hebben we aan de rechterkant de Bleukensweide. Wie weet daar meer over te vertellen? Wel, daar heb ik speciaal voor jullie iemand voor gevonden en dat is Johan. En Johan, dat is een dijkgraaf. En wat dat is,
Dat kom je later in deze aflevering uiteraard te weten. Dus we zijn ermee weg. Johan, op welk plekje staan we hier nu eigenlijk? We staan nu op het deel van de Zinnendijk tussen Leest en Hombeek. Wat vele mensen ook niet weten is dat de Zinne die wij nu volgen niet altijd op dezelfde plaats gelegen heeft. Eind jaren 1890, 1895 is de Zinne namelijk rechtgetrokken. Die vroegere Zinne die bevindt zich eigenlijk richting het Koutergebied en is nu ingenomen door een rij Elzen. Hè, die aansluit op de boerderij Van den Broeke die in de jaren 1250 hier een heel belangrijke hoeve was met wel meer dan 120 bunders grond. En dat was een deel lager gelegen gebied, de weilanden, en hoger gelegen gebied, de Kouter, waar echt alles in functie stond van landbouw en opbrengst. Een aantal jaren geleden werden we gecontacteerd door familie Van Steenwinkel met de vraag of er een zitbankje mocht geplaatst worden hier op onze eigendom Scheiding Leest-Hombeek. De schoonvader, afkomstig uit Nederland, als die op bezoek was bij hun in Hombeek, dan ging die altijd graag wandelen hier in het gebied Bleukes. En dan kwam die hier aan en dan keek die eens naar de kerktoren van Hombeek, die vanaf hier heel goed zichtbaar is. En dan vond je dat zo'n leuk plaatsje om even uit te rusten. Hè? Maar natuurlijk, hier was geen bank. Nu, die werd 80 jaar en als verrassingsgeschenk kwam hij hier aangewandeld. Stond iedereen klaar, vrienden, kennissen, buren. Hè? En wij mochten dan ook meekomen. En dat bankje stond hier als cadeau voor hem. Schatten, 250 jaar, dat zou best kunnen zijn. Maar als je dan kijkt naar het onderste stuk van die boom, waar 2/3 economisch rendabel is, dan merk je al meteen, deze boom is economisch 0,000 waard. Er zijn een aantal zaken dat ik altijd ook doe. Hè. Een span, misschien kennen de mensen nog niet, een spanwijte, dat is bij mij 22 centimeter tussen duim. Hè. Dus dan kan ik bij de kleine bomen rondgaan en die zijn al 60 centimeter omtrek. Maar je kunt hem wel eens knuffelen. Hè? Je kunt hem knuffelen, ja. Ik ga die toch niet moeten gaan knuffelen nu zeker. Dat is hier al bijna een opdracht. Knuffel de boom. Ik zal er eens over dromen. Zo, we zijn bijna op het einde van onze fietstocht beland en als ik het goed begrepen heb, Johan, staan we hier aan de Bleukesweide. Ja, klopt. Dat klopt, volledig. Zeg eens, wat kunnen we daarover vertellen? Je bent al bijna een ingeburgerde Leestenaar, hè, Eddy. Fantastisch wat ik je allemaal aan geleerd. Het is een prachtig gebied hier, hè? Ja, hè. Eigenlijk, als je uit de stad Mechelen komt, uit het centrum van Mechelen, sta je versteld hoe mooi de natuur is op wandelafstand van het centrum. Zo, dit was hem dan mijn eerste top 5 die ik samengesteld heb sinds de start als vlogger hier in Mechelen. Als je geen enkele video wil missen, vergeet dan zeker niet op de rode knop te drukken abonneren. Dat kan je ook doen. Rechts in je beeld onderaan staat zo'n rood knopje. Dat is net hetzelfde dan abonneren. Gewoon erop klikken, zo simpel is het en mis er niks van. Bedankt om te kijken, laat ook een reactie achter en ik hoop je de volgende keer terug te zien op mijn kanaal Samen op weg met Eddy. Nog een fijne dag. Geniet van het weer, geniet van het zonnetje. Salukes.